Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Dragon Ball Xenoverse 2. Het is vandaag zondag 19 oktober 2019. En we gaan vandaag gelijk verder met Dragon Ball Xenoverse 2. Het is bijna 4:15 als het goed is, 's avonds. En we gaan vandaag gelijk verder mensen. Wat ik deze video wil doen is eigenlijk hetzelfde wat ik elke video doe. Dat is gewoon de meeste dingen in story mode. Gewoon complete, behalve dus actual story mode. Omdat, dat mag je niet opnemen voor een reden. Het is inderdaad fucking gay. We gaan gelijk vandaag beginnen. Ik hoop dat ik hier een, ik kan hier een quest mee doen. Waar ben ik met Dragon Ball Z, mensen? Ik ben bij episode 167 uit mijn hoofd of zo. En ik ben bij het feit waar Trunks tegen Perfect Cell vecht. Als in Super Saiyan Grade 3. En Goku en Gohan zijn nu aan het trainen in de Hyperbolic Time Chamber. Dat is heel erg interessant, het boeit me eigenlijk geen ene titel wat jullie te zeggen hebben. We gaan gewoon vechten, het is full star mission, dus hey, dikke YOLO. We moeten gewoon alle missies doen en we gaan vandaag ook weer een klein beetje online doen. Als de online mensen er zijn, want de vorige aflevering waren die er niet. Vorige aflevering had ik ook een onderwerp over Halloween in 11 november of zo. Oh, you really get around, oké. Okay. Hey, Shenron, what the fuck doe jij hier? Dat vind ik een beetje raar. Oh, we zijn ineens dus Dragon Ball GT. What the fuck doet Pan hier? Pan? What the fuck are you doing? En deze guy is ook echt weak. Doei, je bent echt shit. Oké. Okay. Ja. Penny. Oké, ja. We gaan even upgraden. Super Saiyan 3. Nou, kom maar Shenron. Oh, what the fuck doe jij? What the fuck doe jij, je bitch? Je bent eigenlijk best wel weak, hè? Echt. Ik dacht dat je sterk was. Hey, bent KO. Oké. Okay. Er komen nog de andere mensen hier, dat dacht ik al. Kom nu die, oké. Ah, Shenron, joh. Je bent niet veel beter, hè? Jij bent ook gewoon echt weak, eigenlijk. Kijk, oh, ik haat het zo erg wanneer mensen in mijn fucking shit komen. Kijk, bruh, ga weg, jij. Kijk wat jullie doen. Nu slaan jullie weg van mijn ultimate attack. Bedankt, boys. Oh, ik heb een scanner. Kan mee aan, natuurlijk. Ik moet hem even, een titusoi. En stoppen met fucking hem. Oh my god. Jij bitch. Ah, verdomme. Ja, ik had toch geen ultimate attack doen, want deze mensen verpesten het allemaal. Final flash. Oké, okay, raakt het hem? Ja, oké, okay, there we go. Oké. Okay. Final flash is echt gewoon veel power. Ik weet niet, je bent gewoon fucking shit. Dat is hoe het gebeurt. Oh. Sure. Searchen. Oh, Omega Shenron. Eigenlijk moet dit... Waarom heb je zo weinig health? Oh, laat me. Je hebt helemaal niet weinig health. Ik dacht al. Kijk, Kamehameha, en je bent al... Oh my god, kijk, dit bedoel ik. Dus schiet hem gewoon weg van mijn ultimate attack. Laat je... Kijk, bitch. Holy shit. Oh, bedankt. Jullie zijn KO, eindelijk. Wacht, wie is er over eigenlijk? Want ik wou dat jij ook dood gaat, jij. Wacht, wie is er nog over? En doei. Jij met fucking down. Oké, okay, doei. Nou, was dit het nou? Dit is niet echt moeilijk. Dit is niet echt heel erg moeilijk, boys. Ik ga even maximum charger. Ja, sure. Hij is nog down. Wat moet ik doen? Moet ik iets doen of zo? Item sure searchen. Oh, er ligt een item. Oké, okay, dat pak ik wel op. Ik moet items oppakken, I guess. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Oké. Okay. Wie is they? Zijn dat Goku en Vegeta of zo? Wat gebeurt er? Ik heb hem toch verslagen? Pan, what are you doing? Penny, waar is Great Saiyan 2 dan? Wat moet ik hier doen? Level 32, je bent fucking shit. Ik denk gewoon al die items oppakken. Ik denk het wel. Ik pak gewoon al die items op. Voor Geru? Geen idee wat de fuck dat is, maar oké, de Geolo. Oké. Ja, bedankt Pan. Oh, daar zijn ze allemaal. Oké, dit is gewoon bijna hetzelfde als de Dragon Ball missie, maar dan iets leuker, omdat... Hier kun je gewoon gelijk pick-up en dan moet je ze niet verzamelen of zo. Ik zag er net hier één. Yep, daar is er één. Pick-up. Dikke tiet. Ik wou geen Keyblade. In ieder geval, daar ben ik dus bij Dragon Ball Z. En ik heb niet echt een onderwerp voor deze video. Ik wou praten. In mijn hoofd had ik het over
scheikunde Esters. En dan wou ik deze video noemen Esther versus Esther. En dan verkeerd geschreven of zo. Maar ik weet niet wat ik echt moet zeggen over Esters, ja. Ik heb een horrorfilm gezien, dus lang geleden, over iemand genaamd Esther. Dat was The Orphan. Dat ging over een orphan, dus iemand zonder ouders. Of wat voor omstandigheden ook, dat is volgens mij een orphan of zo. Dat de ouders... ja, ik weet niet echt. Ik wil niet mensen beledigen of zo. Maar in ieder geval, dit ging dus over gewoon een orphan. En die kreeg dus nieuwe ouders. En de orphan's naam was dus Esther. Alleen toen kreeg je snel te horen dat Esther niet normaal was, nee. En op het einde was dus een plot twist dat Esther eigenlijk gewoon een bitch was. En ze leek op een 12-jarige of zo, maar ze was eigenlijk een 36 mentaal gestoorde patiënt die leed aan dwerg of zo, dat ze fucking klein is. Dus daarom liet ze ook, bleek ze ook zo fucking klein te zijn. Oh, dit zijn al die, oké, bedankt. Feeling jittery, try again. Heb ik voor jou nog iets te doen of zo, of ben ik al klaar? Oh, distorted time egg. Ik heb geen idee wat ik daarmee elke week mee kon, maar volgens mij heb ik dit nu helemaal klaar, mensen. Dus dat vind ik wat chill. Dat was dus die film. Ik vond het echt wel een leuke film, hoor. Dat moet ik eerlijk mee zijn. Ik vond die film echt leuk. We moeten hier als het goed is heen, nee. Moeten we niet naar Heroes? Ik weet niet waar ik heen moet. Dat is Frieza's shit als het goed is. Daar moesten we iets voor nodig. Frieza's spaceship, ja, daar gaan we heen. Daar kunnen we nog dingen doen, maar ik weet niet hoe we erin komen. We moesten iets doen om in dat schip te komen, maar ik weet niet meer wat. Wat moesten we doen, Apu? Jij bent de... wat? You need to bring Matt Mix Capsule. Oké, hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik aan die Matt Mix Capsule? Ik weet niet hoe de fuck ik daaraan kom, maar hey, het zal wel. Ja, serieus, hoe kom ik daaraan? Ik ga sowieso eerst even boost attributes. Gaan we onze stamina weer iets boosten. En onze basic attacks kunnen wel een boost gebruiken. Health kan ook naar 60. Nee, dat boeit me niet echt. Ja, oké, de Kyolo. Waar gaan we eigenlijk heen? Ik weet het eigenlijk niet. Recreation Plaza. Want daar kun je als goed shit kopen. Dus met mixed capsules of zo. Ik moet even daarheen gaan. Time Special Liberty. Nee, daar hebben we niks aan. Garrett. Geen idee wat de fuck jij bent. Maar get the fuck out of here. Skill item. Mixing. Ja, deze heb ik als goed nodig. Welcome. Oké. Okay. Welcome. Dat was de voice of materials, I guess. Small mixed capsule. Hebben we niks aan. Super Soul. Wat kunnen we hiermee maken? Ik weet niet wat ik hiermee moet doen, maar ik doe het gewoon. Energy Shard. Moeten we dit niet? Ik weet niet zeker. Of Mix from Recipe. Ik weet niet wat ik moet doen, ja. Power Capsule. Iets met Mixer was het toch? Maar ik weet niet wat. Oepsie. What a Henny. Ik weet niet wat dit allemaal is, mensen, maar hey, iets anders. Het is iets, dat weet ik wel. We gaan even naar de item shop, want hier staat iets. Buy with Zenny, een super soul. Oh ja, dit soort shit dus. Dit kunnen we allemaal kopen, ja. Wat hebben we nodig? Deze. Met mix capsule, volgens mij. Volgens mij was het deze. Volgens mij heb ik het nu goed. We gaan even kijken, dan kunnen we Frieza's spaceship in. Maar in ieder geval dus, dat was Esther dus van de horrorfilm The Orphan. En ik vond die plot twist wel leuk. Maar ik vond het echt gewoon leuk om ook haar te zien als gewoon een kind. Als toen ze gewoon interactie had met de mensen daar. We moeten even naar zo'n transfer shop. Oké, hier. Je hebt transfer shop. Even naar Frieza spaceship. En hopelijk hebben we het nu goed. En dan kunnen we met Frieza missies doen. Maar in ieder geval, dat was dus de Esther van die horrorfilm. Dus een character, ik raad je zeker aan dat je die, oké. Bedankt. Hoe ga ik hier nu in? Transport. Ga dan. Oh my god, eindelijk. In ieder geval, dus dat was dus S van de horrorfilm. Het is echt een goede film, het is een leuke film. Ik raad hem zeker aan dat je hem gaat kijken. Maar, de Doria, volgens mij moeten we hier iets met jou doen of zo. Ik weet niet. Waar moeten we iets mee doen? Ja, jullie zitten allemaal hier te chillen. Ik kan ook niet vliegen of zo of iets. Dus ik moet fucking snel. Oh, hier vriezen eindelijk.
Oké, nou, wat gaan we doen, Friesi? Yes. Kun je dat even in de... wat moeten we doen? Yes. Wat moeten we doen? Let's get started. Oh, wow, dit zijn gewoon random soortjes met een power level van ongeveer 2000. Dat zou geen probleem zijn, aangezien ik Super Saiyan 3 kan gaan. Dus dan heb ik sowieso 400 keer mijn normale power level. Dus als ik al een power level van 5 heb, wat een power level is van een gemiddeld mens, een man dan, dan kan ik ze al verslaan. Ja, oké, okay, doei. Wacht, wat moet ik doen? Oké. Okay. Doei. Oké. This is only half my power. You aren't running out of breath, are you? Nee, hoe bedoel je half your power? Dat klopt geen eens. Hier ook. Wow, je bent echt fucking sterk, ouwe. Je bent echt sterk. Doei. Oké. Okay. Ja, bedankt. Doei. Het spijt me, maar je moest even dood. Jij. Doei. Dat is maar de helft van je leven. Zo, je bent wel sterk, hoor, Raspberry. Oké. Okay. Bedankt, eindelijk. Yes, Freeza Force. Ja. In ieder geval, ik raad je dus echt aan die film te kijken. Het is echt een goede horrorfilm. En het is niet echt Engels, maar het is wel echt gewoon een leuke film, vind ik. En ik vind de characters ook gewoon echt heel erg leuk. Verder is, ja, dus... En Esther is in scheikunde is een... Ik weet het niet zeker. Ik heb het in de vierde gehad, maar ik ben het eigenlijk alweer vergeten. Dus dat moet ik eigenlijk wel weer opzoeken of zo. Het was als het goed is... alle geuren zijn als het goed is Esther's. En een Esther is als het goed is een zuur... en nu praat ik dus over organische stoffen, dus C en dan met C en een OH erin ofzo, dan heet het een zuur. En een... Wat nog meer? Een zuur en een alcohol, ja. Een zuur en een alcohol en dan heb je als het goed is een ester, als je die bij elkaar doet. En bij het ontstaan van ester gaan dus de OH-bindingen breken dus uit elkaar en daar ontstaat water bij en dan gaan ze aan elkaar geplakt zitten. Dus bij een ester ontstaat er als het goed is altijd ook water. En als je een ester terug wilt doen, moet je dus water plus de combinatie van een zuur en een alcohol. En dan wordt het weer een zuur en een alcohol. En gaat het water weer weg. Dus ja, dat is even scheikunde lesje. Maar ik weet geen eens of ik het goed heb, want het is al een jaar geleden. En ik ben het al redelijk vergeten, want we deden er niet heel veel mee. Maar ik moet het zeker wel opzoeken, want misschien voor mijn eindexamen wordt gevraagd, wat fuck is een ester? In ieder geval, ja, nu heb ik tenminste een excuus om een titel te doen van Esther of Esther. Omdat het beide Esther van de film en Esther van scheikunde. Dus ik hoop dat we nu connecten met iemand. Ah, 3v3v3, get the fuck out of here, you bitches. Hun hoorden maar praten en dachten waarschijnlijk wie de fuck is deze guy. Verder dus komt er vanavond nog een video online. Ja, 2 video's op een dag. What's splendid. Ik heb vandaag ook kaartjes gekocht voor Walibi voor maandag dus. Maandag komt er waarschijnlijk geen video online, want dan ben ik dus in Walibi aan het chillen. Met een vriend om een project te doen van PBS over G-krachten in achtbanen. Dus ja, ook ben ik echt bang voor achtbanen. Nou, ja. Nee, dat ga ik eigenlijk in de volgende video bespreken. Ja. Oeh, zo heb ik weer titel. Oeh, wat spannend. 3, 2, 1. Moet je iemand join, alsjeblieft. Ik smeek het je. Weet je wat, we gaan gewoon alleen maar offline missies doen. Dit is gewoon geen ene ruk aan. Het joint geen ene tieten. Het joint letterlijk niemand in online. Ja, dan heb ik er ook niks aan, hè. Maar in ieder geval dus, dat was Esther versus Esther. Maar 2 minuten gepraat over die S's en echt 10 minuten tussenin ofzo. Omdat ik de hele tijd aan het stotteren was en bezig met andere dingen. We gaan in ieder geval weer terug naar Freeza's Spaceship. Omdat, ja, daar kunnen we quests doen. En dat vind ik wel leuk om altijd te doen. Dus dat gaan we even doen. Als we even de... Ja, hier ben je. Oké, ga er even heen, bitch. Ja, where would you like to go? Freeza Spaceship. En dan gaan we even met de Doria vechten. Eigenlijk wil ik wel echt goede gevechten hebben met online mensen. Omdat het gewoon echt leuk is. Ik bedoel, dit is allemaal te easy. En bij sommige dingen kan ik geen eens mijn Super Saiyan 3 of mijn eigen moves gebruiken. Like, dat is echt fucking irritant. In ieder geval, de Doria, met jou moeten we vechten. Dus kom maar. Hé? Hey. Pas altijd met join me and you'll have tons of fun. Oké, sure. Ja, oké, kom dan, ja. Got it and go, ja. Oké, Zarbon. Kom maar, kom maar op, Zarbon. Ik doe fucking 1 ultimate op je en je bent fucking neer.
Echt, je bent fucking useless. Zarbonio. Zelfs Krillin is nu sterker dan jij. Ja, ja. Drangemossia. Ik wou dus ook nog praten. Oh, nu gaan we gewoon met hun samen over. Oké. Oh, we moeten even chargen. Sure, dat doen we even. Oké, doei. Bro, fuck off even. Doei! Hey, bent al bijna down, gast. Je kan echt niks. Omdat ik het leuk vind. Doei, oké. Wacht, wie de fuck is die Randall? Wie is Randall? What the fuck ben jij? Wat doe jij hier? Ik weet niet wie dat is. Wat ben jij? Wat doe jij hier eigenlijk? En Scatter kan je mee aan. En je bent down. Doei, je bent fucking down. Randolph. Doei. En je bent down. Of nou niet down, maar kom op man. Je kan echt geen ene fuck. Maximum charge. Oké, let's go. Final flash time. En final flash. Je bent down. Oké, nice. Oké, die final flash vind ik echt een goede ultimate attack, omdat dat niet zo lang duurt. Met mijn special beam cannon mis ik echt altijd, maar deze echt niet. What the fuck, Zarbon is sterker dan jij, maar oké. Dit zal het echt nergens op. Wat is dit voor vage storyline? Doordat je wil Zarbon weg hebben ofzo, zodat hij Freeze kan neuken. Dat is een beetje een vage storyline, een vaag liefdesverhaal, maar de Kyolo. We gaan lekker hard voor Freeze vechten, en dat vind ik wel interessant. Wat ik dus wil vertellen is over de muziek. Ik kijk dus Dragon Z, ben ik nu bij RCP 167, of nee, 164 als het goed is. En ik kijk op de sites GoGo Anime en 9 Anime. En de reden dat ik op twee sites kijk is GoGo Anime is het geluid harder, maar het loopt heel vaak vast. GoGo 9 Anime bedoel ik. 9 Anime loopt heel vaak vast, maar het geluid is harder dan het geluid op GoGo Anime. Ik heb geen idee waarom, maar dat is nou eenmaal zo. Dus daarom keek ik het op 9 Anime, maar nu loopt het de hele tijd vast en de servers zijn heel erg laggy en zo. En op GoGo Anime is dat niet zo. Maar wat wel zo is, is dat op GoGo Anime niet de officiële muziek gebruikt wordt dat gebruikt werd in de anime. GoGo Anime gebruikt andere muziek dan 9 Anime in Dragon Ball CF-Knilf. En ik heb geen idee waarom dat zo is, maar het is wel zo. En ik vind dat redelijk irritant, om eerlijk te zijn, want het is zo van, ja, waarom gebruik je andere muziek? Want de muziek op GoGo Anime is heel vaak kutter. Echt, de muziek in Dragon Ball Z, gewoon originele, in dub dan, was gewoon zo memorable en het was zo episch. En met GoGo Anime is het ineens, is de muziek anders, ja. En op 9 Anime is het wel zoals ik me herinner. Dus daarom switch ik soms naar 9 Anime, omdat de muziek daar anders is. Ik heb geen idee waarom. Als kun je alsjeblieft even je bek houden, gast. Je vieze bitch dat je bent. Ik ben even aan het praten. Ja, bedankt. We zitten bijna op 20 minuten. En de door je blijft maar doorlullen, man. Wat een bitch. In ieder geval dus. Bijvoorbeeld, de openings zijn allebei hetzelfde. Maar de eindes zijn anders van muziek. De muziek op GoGo Anime is echt Japans of zo. Het is echt heel erg kut muziek. En op 9 Anime is de muziek van het einde gewoon normaal en leuk. Maar op GoGo Anime is het middenstukje dat je krijgt als je in het midden van een aflevering bent, is anders en beter dan op 9 Anime. Dus ik vind het een hele struggle. Dus GoGo Anime heeft zeg maar zo dat het geluid harder is, wat ik heel erg fijn vind. Maar de muziek is anders. De muziek van de echte anime die gebruikt wordt erin zijn beter, maar de muziek van eindes is beter, maar de muziek van de middenstukjes is alleen slechter. En de servers van 9 Anime zijn dus ruk. Bij GoGo Anime zijn de servers goed, is het geluid wel zachter, maar dat kan ik overheen zien. Maar is de muziek gewoon echt kut. Het enige muziek dat ik leuker vind is het geluid van het middenstukje dat je krijgt. Dus als je aan het midden van een aflevering bent. Dat is het enige wat ik leuker vind bij 9 Anime. En ik heb geen idee waarom dat zo is. Waarom ze dat doen of hoe dat überhaupt kan. Maar ze hebben het er gedaan. Ja bro, stop even je bitch. We moeten even maximum charge. Oké.
Then we can talk poses. Stoppen jij, jij bitchje. Echt waar, je bent echt irritant, ouwe. Doe. Oké, jij bent down. Oké, nou, ik heb jou gecrushed, sukkel. Subsane 3. Bedankt, gast. Oké, wie moet ik nu vechten? Nu komen als het goed is die andere twee sukkels. Wow, echt geweldig, man. Oké. Bedankt. Oh shit, oké, dat was een beetje kiever verspeeld. Doei, jij bitches. Jij moet even doodgaan, jij kutrokoen. En nu ben je wel down. Bedankt. Oké. Jace, jij lijkt me toch power-uppen, of niet? Gas, doe even niet zo irritant, oké? Get the fuck out of here. Ik wil even move gebruiken. Maximum charge. There we go. Oké, kom. Bitch. En je bent down, oké? Dus dit is echt fucking easy. Ja, I like it. Je bent al verslagen, gast, dat weet je. En nu komt Captain Ginyu en daarna ga ik deze aflevering afsluiten dus. Ik heb dus gepraat over dat ik op twee anime sites kijk. En dat ik dus over S&S voor enige reden. Ik heb geen idee waarom ik daarover praatte, maar oké, dikke YOLO. Oké, come on. Ja, oké. Ja, inderdaad. Dat heb ik inderdaad vergeten. Scatter Kamehameha en je bent down als het goed is. En je bent down, dacht ik. Oh, rustig houden. En Final Flash. Oh, dat kan ik niet doen. Oké. Final Flash. Die. En ik mis. Are you for real? Ik bedoel ook bijvoorbeeld de Final Flash in van Vegeta. Die muziek die erbij hoorde was echt een van de beste in heel Dragon Ball. En dat maakte ook dat moment zo episch, de muziek. Maar bij GoGo Anime hebben ze de muziek gewoon compleet veranderd. En heel erg kut gemaakt. En dat vind ik echt irritant. Ik snap niet waarom ze dat doen bij GoGo Anime, maar oké. Dus dat vind ik een beetje vaag. En ik heb dus gepraat over Esther versus Scheikunde Esther. En deze video gaat heten Esther versus Esther, omdat ik het leuk vind. Ik ben al level 57, dus dat is sowieso lekker bezig. Ik wou dat ik online battle ging doen, maar ja, er was gewoon niemand. En ik heb geen zin om fucking 5 minuten te zoeken om iemand te vinden om mee te vechten online. Dus deze aflevering hebben we gewoon wat offline missies gedaan, zoals bijna elke aflevering. Ik wou dat we verder konden met de story mode, maar het blokkeert gewoon me opnemen en dat is zo irritant. Vanavond komt er dus een nieuwe video online. Nog een video dus, 2 video's op een dag dikke YOLO. Deze gaan we even naar boven doen en deze wil ik naar 80, ja. Nou, eigenlijk mijn stamina wil ik omhoog doen. Ja, there we go. We hebben weer wat puntjes erbij. En mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat een blauw duimpje omhoog achter. Abonneren kan dat daar beneden. Liken kan altijd beneden, commenten kan altijd beneden, alles kan beneden. En heb ik maar 1 ding te zeggen, mensen. En dat is, later. Ik heb net gezegd waar we in deze aflevering gepraat over hebben. Vanavond ga ik dus een nieuwe video opnemen en waarschijnlijk Dragon Ball Z een beetje verder kijken. Ik ben nu dus verder dan episode 153, wat het einde was van Dragon Ball. En nu ben ik dus bij 164 van Dragon Ball Z dus. Nu kijk ik dus momenteel op 9 Anime, omdat de servers nu stabiel zijn. Dus dat is wel een nieuwtje en ik heb ook, vandaag is het zaterdag, maar ik heb geen Minecraft gespeeld. Terwijl ik de vorige zaterdagen voornamelijk Minecraft heb gespeeld. Maar nu niet. Dikke YOLO, ik ben niet meer verslaafd. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.